hoe staat het met het samenleving in Nederland? Het samenleven in Nederland. En dat is een hoogst wonderlijke zaak, het samenleven in Nederland. Want aan de ene kant staat het daar geweldig goed mee. Er zijn weinig samenlevingen in de wereld, denk ik, waarin het samenleven zo redelijk en voorspoedig en bovendien goed gefinancierd plaatsgrijpt als in Nederland. Wij horen tot de 5 aantrekkelijkste landen ter wereld op vrijwel elk denkbaar terrein waar je vergelijkende cijfers zou kunnen raadplegen. Het Sociaal-Cultureel Planbureau dat in feite ook min of meer elk jaar in onderzoek. Als je Nederlanders vraagt, wat vindt u van uw leven? Bent u tevreden met uw leven? Dan zegt 80% van de Nederlanders, ja, wij zijn zeer tevreden met ons leven. En dan wordt er doorgevraagd, ze zijn tevreden met hun werk en met hun familie en met de straat waarin ze wonen. En ze zijn tevreden met alles wat ze uit eigen waarneming kennen. Dat is het opmerkelijke. En dan wordt ze gevraagd, bent u tevreden met de staat van het vaderland of met Europa? En dan, niet waar, is er sprake van een onmiddellijke totale omslag en nee, het vaderland gaat naar de bliksem, zoals u weet, als gevolg van het optreden van 56 Marokkaanse jongens in Gouda. Een zaak van immens wereldwijd gewicht. Ja, waarom ze dat in Gouda uit de hand hebben laten lopen is niet helemaal duidelijk. Maar steeds blijkt, als je bekijkt hoe die situaties zijn, dat het om enkele tientallen jongeren gaat. Dat was op Kanaaleiland zo, dat was in de Diamantbuurt zo, dat is in Gouda zo, dat zal bij het volgende incident weer zo zijn. En dat wordt dan aangesloten, niet waar, op die immense trechter, die gigantische versterker van de media. En verdomd, je zou denken dat het einde van het vaderland nabij is. Hè? Het is zaak dat we onze troepen terugtrekken uit Afghanistan. Hè, om de toestand van beleg in te voeren in Gouda. En in plaats dat deze idioot, hè, deze joker, deze schertsfiguur, die nog nooit iets verstandigs heeft voorgesteld, dat die weggelachen wordt, is de overheid in feite diep in zijn hart of de zittende regering doods en doods benauwd voor Geert Wilders. En voor Rita Verdonk en voor al die anderen die zeggen te spreken namens de boze burger. En daar komen we aan de paradox. Die mensen die voor 80% zeggen dat ze totaal, compleet tevreden zijn met hun leven in die doorzonwoning in Heer Hugo Waard. Met dat gezellige Hans en Grietje huisje achter in de tuin en de kinderen hebben 3 keer per jaar met vakantie, maar ontbreekt ze aan niks in feite. Ze hebben geld genoeg om wasmiddelen te kopen, die ik zelf altijd verrassend duur vind. Zet een oplichterij volgens mij, maar goed. Dit tussen haakjes, dat moet dus voor een andere conferentie bewaard worden. Maar die boze burger die betreft dat grotere geheel, die zijn mening over de wereld. He, want als u nu zou vragen, dan zou ook een burger in, noem eens wat op, Coevorden, nog nooit een Marokkaanse jongen van dichtbij gezien, die zou u ook zeggen, ja, ik ben zelf enorm tevreden over mijn leven, maar meneer, die buitenlanders, die zouden ze allemaal bij elkaar pakken, die hele klote troep terug naar Marokko, wat mij betreft. He, dat soort van, de borreltafelpolitiek. In feite is dit het goedkope politiek van de borrel. U kent al die mannen wel van middelbare leeftijd. Bij vrouwen is het een stuk minder. U kent die mannen wel van middelbare leeftijd die op verjaardagen, niet waar, na 3 pils van die pasklare oplossingen hebben voor praktisch alle maatschappelijke problemen voor bestaan. Schiet ze dood, gooi er een bom op, jaag ze de tent uit. Maar Ja, en dan meestal nog zeggen dat de linkse kerk het op zijn geweten heeft. Hè? Terwijl de grote ellende van de afgelopen 30 jaar nou juist vooral door de rechtse kerk veroorzaakt is. Maar goed, voor zover je van kerken kunt spreken dan. Kortom, we hebben te maken met een wonderbaarlijke paradox. Een totale opmerkelijke tevredenheid, want ik vind die 80% eerlijk gezegd idioot. Daar moeten toch massas mensen bij zijn die een akelige kwaal hebben of een ernstig ziek familielid of een lekkende dakgoot of een vrouw of een man waar ze totaal niet mee op kunnen schieten, waarvan ze elke week denken, kwam ik er nog maar nooit aan begonnen was. Kinderen die niet willen leren, je kunt je er van alles bij voorstellen. Nee, 80% constateert dat ze zeer tevreden zijn met hun leven. En tegelijkertijd zitten we met de boze burger. Hoe kan dat? Hoe kan dat precies? Want die boze burger,
Dat is natuurlijk sinds 2001 is ons dat duidelijk geworden. Die boze burger is ook bezig in feite om de hele politieke en institutionele structuur van Nederland grondig te verstoren. Als je nu kijkt naar de opiniepeilingen, zult u zien dat in feite de vorming van een redelijk kabinet, dat is niet meer. Je moet een aantal gekken erin halen, wil je kunnen regeren. We hebben bij het eerste kabinet Balkenende gezien dat dat gelukkig meestal zo is. Haal de gekken erin en dan blijkt hun extreme gekheid vaak op een zeer korte termijn, zodat je meteen, zoals Salm zei, de stekker eruit kunt trekken. Ja, die man heeft minder goed gedaan dan veel mensen denken, maar dat was heel verstandig. Salm is een van de meest overschatte politici in Nederland van de afgelopen 25 jaar, zou ik zeggen. Dat is ook voor een andere gelegenheid, want ben ik graag bereid om u dat uit te leggen hoe dat precies in elkaar zit. Ik sowieso vind ik een minister van Financiën die bij Dirk Schieringa in dienst treedt raar. Hè? Raar, laten we het woord raar hier gebruiken, dat is wel het minste. Ja, ook een man die enorm voor de openbaarheid van inkomens was en toen werd hij chief economist, hè, wat dat dan ook mogen wezen bij Dirk Schieringa. Binnenkort komt hij ook in zo'n spotje op van ik heb net geld geleend voor een keukentje en kan het u warm aanbevelen. En tevoren wat hij daarmee ging verdienen, daar kon hij jammer nog niets over zeggen. Dus u begrijpt, meer dan je eigenlijk zou moeten verdienen met die functie, dat is wel duidelijk. Ja, waarom is de burger boos? Hoe komt dat? Want hij is dus boos over al die dingen die hij niet kent uit eigen ondervinding. Ik heb het even niet over die mensen in de Diamantbuurt en in Gouda en in nog wat buurten die er daadwerkelijk last van hebben. Want dat zult u relatief een ontzettend kleine groep. Het gaat daar waarschijnlijk om op zijn best enkele duizenden mensen in heel Nederland. Hoe komt het dat die burger zo boos is? Want hij is dus boos over die wereld waar hij geen verstand van heeft. Over de wereld van de allochtonen, over de wereld van de achterbuurten waar hij niet woont. Over Europa natuurlijk, waar hij vooral geen enkel, maar dan ook totaal geen verstand van heeft. Hoe is die boos geworden? Waar zit hem dat in? Laat ik proberen daar een soort van te verzinnen. En u zult misschien al denken nu, als u erover na hebt zitten denken, van nou ja, misschien is het allemaal niet zo erg, want dat persoonlijk samenleven, hè, het samenleven uit eigen ondervinding, dat gaat goed. Dus waar maken we ons eigenlijk druk over? Het is een welvarend land, wordt redelijk bestuurd. U zult misschien zeggen, ja, maar dat wordt helemaal niet zo geweldig goed bestuurd. Dat heeft u ook wel weer gelijk in. Ja, die tunnel die lekt en zo heb je. U moet zien dat andere landen nog veel slechter bestuurd worden. He? Het beste kunt u ons met België vergelijken. He? België wordt veel slechter bestuurd dan Nederland. Kan ik u tal van praktische voorbeelden van geven. He? Maar het gekke is dat bij kritiek dat wij nooit over de grenzen kijken. He? Als je ook Nederlandse politici over de files hoort, dan heb je de indruk dat zodra je de grens over bent, lossen de files zich op. Overal kun je zo doorrijden over brede zonbaanswegen. Geen enkel probleem, stoplichten bestaan er niet. Je kunt ook overal parkeren. Ja, je zult zeggen in enkele, ik ben als ik langs Antwerpen rijd, zit het altijd verstopt. Dat is toevallig. Dat is volkomen toevallig. U bent daar 1 keer in de 1000 jaar, is het daar verstopt. Maar in Duitsland heb je ook geen files. In Amerika heb je al helemaal geen files. Die zijn door de markt opgelost. Komt daar helemaal niet voor, kan ik u uit eigen ondervinding vooral niet verzekeren. Nergens heb ik zo langdurig en afgruwelijk in files gestaan als in Boston en Los Angeles. Eigenlijk zouden alle Nederlanders verplicht daar eens een paar dagen in de file moeten gaan staan. Hè? Hier zit er vaak nog wel een soort beweging in, maar daar kon je gewoon gaan lezen. Ik weet niet of het als geprobeerd heeft, lezen in de files, dat blijkt al net als je denk, oh ja, daar was ik gebleven. Toet, toet, toet erachter je. He? Je kunt nooit wat lezen in de file. Wat dat betreft vind ik dat ze eigenlijk wat geïntensiveerd moeten worden, zodat je wat meer leestijd hebt op de A2. Ja, hoe komt dat dan? Hoe komt dat die boze burger? En als u daarover na hebt zitten denken, zult u wel. Oh nee, ik zou nog even mijn redenering afmaken. Waarom is het erg dat de burger boos is? He? Wat... Dat is erg, omdat wat ik u al zei, dat leidt tot een destabilisering van het politieke systeem. Dat leidt tot een destabilisering van de instituties die verbonden zijn met dat politieke systeem. En dat kan op...